Mama Wijnen krijgt verkeersvlag. Bob Marley's muziek blijft voortleven. En meer aandacht voor jongeren en drugs. Goedenavond en leuk dat je weer kijkt naar het 10 minuten jeugdjournaal. Boetes uitdelen, rijbewijzen intrekken, verschillende maatregelen om het verkeer in ons land veiliger te maken. Het aantal verkeersdoden in Suriname staat nu al op 31. Om iedereen alert te maken over het verkeer, heeft de Lions Club Kom Wijnen vandaag een verkeersvlag neergezet. Als je over de brug gaat, zie je het nog niet. Vlak bij de kruising van de Oost-Westverbinding staat de verkeersvlag. Iedereen die naar Kom Wijnen of Albina gaat, kan het dan zien. Volgens kinderen zijn de vlaggen een goed initiatief om mensen bewust te maken op de weg. Als ze de vlag zien, kunnen ze minder gaan rijden en herdenken wat er is gebeurd. Ze gaan meer denken van zoveel verkeersdoden, dus dan gaan ze zeggen, misschien bepaalde gaan denken, het is te veel, dus het moet ophouden. Iedereen die hier langskomt, wordt eraan herinnerd om zich netjes in het verkeer te gedragen, zodat zij niet de oorzaak zijn dat de vlag half stok gaat hangen. Deze vlag dan een wezenlijke bijdrage leveren. Vooral als men ziet, als de verkeersvlag half stok is, ziet men dat er weer een dode te betreuren is in het verkeer. Dat is een boodschap naar de gemeenschap toe dat zij moeten gedragen in het verkeer. Te hard rijden is een van de grootste oorzaken bij verkeersongelukken. Door deze vlag wil de Lions Club Kom Wijnen iedereen bewuster maken van de veiligheid in het verkeer. Dus het moment dus dat er ergens in het land een verkeersslachtoffer valt, dan gaat die vlag half stok hangen. Niet alleen in Kom Wijnen, maar als er ergens in het land een verkeersslachtoffer valt, we hopen dat dit niet meer gebeurt vanaf vandaag, dan gaat die vlag half stok hangen. Ik denk dat het wel gaat helpen, maar je moet constant blijven voorlichting te geven. Want het ligt in feite aan de mens zelf. Het ligt aan de mens die zich onbehoorlijk gedraagt in het verkeer. Ouders? Stuur de kinderen niet zomaar op straat. Begeleid ze. Althans, op school worden vanaf de vierde klas worden verkeerslessen verzorgd. En die lessen leveren een behoorlijke bijdrage aan de schoolkinderen hoe zij zich moeten gedragen op straat. Ik wil zeggen aan de ouders, stuur de kinderen niet zomaar op straat zonder begeleiding. Ja, want wij moeten er allemaal voor zorgen dat het verkeer veiliger wordt. Dus altijd goed opletten en hou je aan de verkeersregels. De bouw van de hoofdafdeling van de regionale gezondheidsdienst is in volle gang. Het gebouw komt op de hoek van de Limesgracht en de Johan Adolf Pengelstraat. Het allerbelangrijkste gebeurde vandaag, de eerste steenlegging. Niet echt een eerste steenlegging, want er is al meer dan dat gedaan. De fundering en de pilaren zijn ook al gestort. Met de bouw zijn ze dus veel verder. Voor alle medewerkers van de RGD is het wel een bijzondere dag. Blij, prettig, verheugd. Heel een mijlpaal die we vandaag bereikt hebben. De regionale gezondheidsdienst biedt al langer dan 30 jaar sociale en medische diensten aan de samenleving. Ze verzorgen bejaarden, hebben polyklinieken in verschillende buurten en daar helpen ze volwassenen, maar ook kinderen als die ziek zijn of gewoon hulp nodig hebben. Het begint al vanaf de bevalling van de moeder, ja, tot aan de begeleiding, vaccinatie, de groeiende ontwikkeling van het kind. Ook als het kind naar school gaat, is er dan ook het zogenaamde schoolgezondheidsprogramma op de lagere scholen. Dus het kind heeft een belangrijke plaats binnen de RGD. Wat nu is in het aspect, is dat we in verschillende districten centra willen gaan opzetten die eenmaal 24 uur open is voor de bevolking. Dat is dus een andere uitdaging waarvoor de RGD staat. Dat is dus het nieuwe. Voor zowel de directrice als alle andere collega's van de RGD zal het een hele opluchting zijn wanneer ze eindelijk in hun nieuw gebouw mogen. Dan kunnen ze weer met alle gemak hulp bieden aan de samenleving. Volgend jaar moet de hoofdafdeling helemaal af zijn. De afdelingen die naar andere plekken verplaatst waren, komen dan weer bij elkaar.
De man die reggae-muziek wereldberoemd heeft gemaakt, is vandaag al 30 jaar dood. Bob Marley stierf in 1981 aan kanker. Maar zijn muziek bleef voortleven. Tot nu toe genieten mensen van zijn liedjes. En Bob is niet alleen bekend onder de volwassenen, ook jongeren kennen zijn liedjes. Het is nu al 30 jaar geleden dat Bob Marley stierf. Hij was de man die reggae wereldwijd populair maakte en Jamaica op de wereldkaart plaatste. Bob Marley werd geboren als Robert Nesta Marley. Hij was een Rastafari. Dat betekent dat hij leefde naar de wetten van het Oude Testament en de Ethiopische keizer Haile Selassie vereerde. Verder was hij ook nog vegetariër en rookte hij veel marihuana. I Shot the Sheriff was zijn eerste grote hit. En met No Woman No Cry veroverde hij het hart van vele mensen. Hij werd vooral geliefd om zijn protestliedjes. Daarin zaten meestal boodschappen die bedoeld waren voor politieke leiders. Voor zijn boodschap van liefde en vrede kreeg Bob Marley zelfs een onderscheiding van de Verenigde Naties. No woman no cry. No, no woman. In 1977 werd Bob Marley ziek. Hij heeft huidkanker. Vanwege zijn geloof laat hij zich niet verzorgen door moderne dokters. In 1981 sterft Marley als gevolg van een hersentumor. Het enige dat overblijft van hem is zijn muziek. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Voor de echte Bob Marley fans is hij niet dood. Voor hen leeft hij verder in zijn muziek. En in de muziek van zijn kinderen, want alle kinderen van Bob Marley zijn artiesten. Taart met slagroom, fruit of ice cream. Vooral kinderen zijn er dol op. In de Canadese stad Toronto is de grootste ijstaart gemaakt. Die staat dan ook direct in de Guinness Book of Records. 25 personen zijn nodig geweest om deze reuze taart in elkaar te zetten. In anderhalve uur hebben ze meer dan 3000 plankjes ice cream op elkaar gelegd. En om het tot een echte ijscreamtaart te maken, moesten de makers het ook nog bedekken met cake. Toen de taart helemaal af was, werd het gewogen. De grootste taart woog wel 10.000 kilogram. Nadat het record bevestigd werd, mocht het publiek er lekker van smullen. En dat moest wel snel gebeuren, want alle ijscream was al aan het smelten. Maar de aanwezigen moeten wel heel erg hebben genoten van de taart. Drugsgebruik, drugshandel en drugsverslaving. Iedereen heeft het erover. Daarom was er vorige week een belangrijke vergadering in ons land, de CICAT. Verschillende landen hebben samen een plan gemaakt om het drugsprobleem in Suriname en de rest van het Caribisch gebied aan te pakken. Ook in ons land zijn er te veel problemen met drugs. Kinderen komen er dagelijks mee in aanraking. Ik ken toch wel mensen die marijuana roken. Dus ja, maar dus eigenlijk voor hen is het niets. Of misschien weten ze niet dat het een drugsoort is. Het heeft een slechte invloed op je en het kan je carrière verpesten, je schoolcarrière. Dus daarom vind ik het ook gevaarlijk. Als je het één keer hebt gebruikt, ga je het vaker nodig willen hebben. Vooral voor jongeren moet er een goed plan komen, want zij zijn makkelijk te beïnvloeden. Wanneer zij eenmaal in aanraking komen met drugs, is het moeilijk om te stoppen. Ik denk dat de instanties die bezig zijn met dit probleem meer moeten gaan zitten op dat stuk van preventie. Jongeren bewust maken van de gevaren van drugs. Omdat als ze eenmaal beginnen met het gebruik, het vaak moeilijk is om ze ervan af te krijgen. Voor jongeren die toch op het slechte pad komen, die hebben wel een groot probleem. Want voor hun is er geen opvang. Er is lang niet genoeg gedaan voor kinderen. En ik denk dat de tijd nu rijp is om beleid voor de regering, voor iedereen, alle betrokkenen, dus leerkrachten, vaders, moeders, oma's, opa's, sta op en zeg we willen iets. Dit kan niet zo doorgaan, we willen verandering zien. Hoeveel jongeren er precies verslaafd zijn is moeilijk aan te geven. Daar is nooit onderzoek naar gedaan. De verschillende landen die over het drugsprobleem hebben gesproken, geven wel aan dat er aan preventie en scholing moet worden gewerkt voor deze groep.
Dit was het dan weer voor deze uitzending. Heel fijn dat je hebt gekeken en we zijn er morgen weer. Doei!